Oké, okay, je hebt een kort interview met de buur van de brand van Krasnapolski. Ik loop even naar de toe, naar de andere buurman van de oorzaak van Krasnapolski. Brandgevaar hier. Oké, okay, de brandcommandant, ik loop even. De brandcommandant, hoe gaat het met je? Gaat goed, we zijn hard aan de slag hier. No. Ja, je bent heel... ik zie dat je... je hossel naar die dingen, die brand, die vuur, om te... doodmaken, maar hoe gaat het met die andere jongen van jij? De andere brandweermannen bedoel je? Ja. Het gaat ook goed, zijn ook hard aan het werk en we hebben het inmiddels goed onder controle hier. Jij bent die manager van die brandweer. Oké, okay. Hoe check je die brandgevaar? Van waar loopt die brandgevaar? Precies van Krasnapolski. De oorzaak van de brand weten we nog niet waar die is ontstaan. Het is wel boven in het gebouw begonnen en de komende dagen gaan we onderzoeken wat de oorzaak van de brand is geweest. Maar dan weten we daar nog niks van. Oké, okay, maar tot hoe laat we gaan die onderzoek doen van die brand? Ik wil precies weten hoe laat gaan we doen. Die brandgevaar, check even waar die brand precies loopt. Van naar een vuur of naar stroom aan stokken. Weet het niet, maar jij bent die man die kent alles van die brandgevaren. Ja, ja, maar zoals u achter mij ziet, het ligt nu helemaal in de as. Er staat geen gebouw meer, dus we kunnen nu ook nog niks zeggen over de oorzaak. Echt, de technische mensen van de brandweer moeten daar onderzoek gaan doen om te kijken wat de oorzaak is geweest en waar het precies is begonnen, deze brand. Oké, okay, jij bent die brandmanager. Mm-hmm. Je komt naartoe en je ziet de vuur is echt hoog. Wat is de eerste dingen ga jij doen met die vuur? Blussen. Water. Oké, okay, ja, water. Maar waarvan jij spuit die water naar die brand of naar de andere huis of naar... Noem maar op. Nou, toen wij hier kwamen was de brand al heel erg groot. En we zijn vooral gaan proberen om de gebouwen ernaast, om te zorgen dat de brand niet over zou gaan. Dus dat die gebouwen veilig zouden zijn. En dat is gelukt. Alleen het hotel is afgebrand, maar de gebouwen links en rechts van het hotel... Daar zijn wel de bewoners uitgehaald, maar die gebouwen hebben bijna geen schade opgelopen. Oké, okay, maar die mensen bel je naartoe, naar die precies uur of na die brand is ook ver, die hotel brandt helemaal uit, naar die mensen bel je naartoe. Of na, juist naar die uur die brand vindt plaats, die mensen bel je of naar. Die huis is heel gebrand worden. Nou snap ik uw vraag niet precies. Die mensen bel je naartoe, naar die brand... is heel ver, die hotel brandt heel ver, of die brand is pas gebrand naar die hotel. Die mensen bellen naartoe, naar die brandweer is, of naar die pas brand geworden. De brand is voor 2 uur vannacht ontstaan en om 2 uur vannacht is de telefonische melding voor het eerst bij ons binnengekomen. Je naar binnen te komen, maar je om naar binnen te komen, maar wanneer je naar binnen te komen... Hoe ver staat die brand? Toen wij om 2:30 kwamen, om 2 uur is de melding binnengekomen. Om 2:30 waren wij hier. En toen was het gebouw al, de bovenste helft was toen al aan het branden. Oké, okay, we hebben een laatste antwoord met jij. Die brand. Wat denk je van die brand? Jij nu is de manager van die brandweer. Je kan die vuur uit doodmaken. Of jij kan die oorzaken nu onderzoek doen met die brand. Bekijk je hebt. Niks te doen met die vuur. Die vuur is helemaal brandplat. Ja. Oké, okay, wat denk je naartoe? Ik ga niet nu nadenken over de oorzaak. Daar moet onderzoek naar doen. Ik kan daar nu nog niks over zeggen, dus ik ga daar ook niet naar raden. Ik ga daar ik ga daar niet naar raden. Daar moet echt onderzoek naar gedaan worden. Oké, okay, en deze break, daar heb je een goed boodschap van die andere mensen die naar die huis wonen en pas op met die brand. Ik luister naar je laatste antwoord en kip. Snel de brandweer bellen als er iets aan de hand is. Oké, okay, many thanks met die brandmanager. En iedereen die luistert naar BOB 89.5 FM. Succes bij je thuis. En pas op met die brand. Die kinderen naar vuur gaan. En ook met de sluiting naar je huis.